Wat dit voor ons, voor Porsche Club Zuid, betekent, wij zijn de sportiefste Porsche dealer van Nederland. Zo noemen we ons, maar daar zijn we ook. Dus vandaar dat wij, Luc en ik, hebben gezegd dat we gaan gewoon meedoen. Het is mijn eerste deelname 24 uur van Zolder. En ik heb nog nooit een race gereden. Dit is de generatie 2, dus het nieuwste model Porsche uit de GT3 Cup. Ja, het is een enorm beest, maar perfecte wegligging, superkracht, superremmen. Je hebt echt wel heel veel power aan boord. Het is een wagen die 475 pk levert. De eerste kennismaking was erg goed. Het is natuurlijk wel een hele snelle en heftige machine. Veel auto's op de baan, veel snelheidsverschil. Dus het is heel erg goed opletten waar je rijdt en wat je doet. En maar erg gaaf. En we staan nu eerst op de grid in onze klasse, dat is fantastisch, vijfde algemeen. Ja, dan heb je ook wel een ambitie om goed en vooraan te eindigen. Maar laten we eerst vooral maar eens eindigen. Je moet flink in de remmen gaan. Remmen op zo'n auto is fenomenaal. Dan terug maximaal accelereren. Gas onder, stuurtje recht. Ja, dat geeft wel een kick. Ja, dat is mijn eerste deelname in de 24 uur race. Ik rijd wel andere races in de youngtimer klasse. Maar dat is natuurlijk een heel ander spelletje als 24 uur, dag en nacht en alles wat er gaat gebeuren. Ik zat meteen goed in mijn ritme. Ik was niet echt zenuwachtig toen ik vertrok, maar wel gezond gespannen, laat ik het zo maar noemen. Maar ik voelde dat het goed ging. Nu, waar ik het meest voor vreesde, was toch het drukke verkeer. En ik heb vrij in het begin een contact gehad met een auto. Mijn inziens zijn fout, niet mijn fout. En daardoor was ik een beetje uit mijn ritme. Achteren bij de ziekenhuisbocht ging ik te snel op mijn gas, op de curbstone en de vangrail in. Ja, en ik dacht einde 24 uur, maar gelukkig heb je een professioneel team en je hebt het kunnen oplossen. Ik denk dat we op dit punt de verwachting bij moeten stellen tot gewoon morgen half vijf de finish halen. Kijken of de auto dat volhoudt en ik denk dat we dan allemaal elkaar op de rug slaan en zeggen dat was een interessant weekend.
het remmen vervangen, konden ze eigenlijk zien dat er speling zat op het subframe. En in het kader van veiligheid moet je dat dan echt wel vervangen. Alleen het subframe vervangen is wel een hele intensieve vervanging die zeker 3 uur zal duren. Als het goed is gaan we weer terug de baan op. Het leek een werk van een paar uur, maar we hebben het in een simpele oplossing kunnen doen. We zijn hier in ieder geval om te finishen en dat gaan we niet loslaten. Als ik zie wat zij vannacht gedaan hebben om die auto terug in orde te krijgen, ja, dat is ongelooflijk. De mix die we hadden van hele snelle jongens met rookies, zoals mijn collega Ad en ik, dat we heel goed hadden kunnen eindigen. En voor mij is dat ook meteen het signaal dat we hier volgend jaar opnieuw staan met dezelfde auto. En voor die rookies met iets meer ervaring, zodat we wat sneller kunnen rijden. Nou, vergeten doen we hem nooit, want het is natuurlijk een supermooie ervaring, maar we komen zeker terug. Absoluut.